Rampspoed, of misschien wel verwachte rampspoed, heeft zich niet over de wereld uitgestort op de dag dat het voor even nacht werd. Grote delen van Europa waren een paar minuten gegrepen door dat unieke natuurverschijnsel, de zonsverduistering. De laatste van deze eeuw. Niet op alle plaatsen was overigens het zicht goed, want er was veel bewolking. Maar gelukkig bood de televisie voor velen een uitkomst. Die was trouwens niet nodig in het Franse Etretat, integendeel. Ja, oh, daar gaat het. Jongens, daar gaan we. Erwin, ja, kunnen we de brillen afzetten? Nee, nog niet. Er moeten nog flitsen komen. Uit! Yeah. Zet je brilletje maar af. Oh, wat mooi zeg. Prachtig. Oh, dit is mooi zeg. Dit is de corona. Dat is de atmosfeer van de zon. En dat is iets dus, dat geeft zelf zo weinig licht, want die is zo verschrikkelijk ijl, zo dun. Prachtig. Maar zie je hoeveel licht er nog is? Maar onder, oh, dit is prachtig. Bril op. Bril op? Ja. Dat is de diamanten ring. Ah, oh, dit is veel te kort. Veel te kort. Ah, oh, zonde. Oh, prachtig was het. Het sneuvel al die mensen die hier niet zijn, zeg. Ja, want Nederland had het minder goed getroffen. Op veel plaatsen was het potdicht, waardoor er weinig te zien was. En daar waar de zonsverduistering wel te zien was, was hij niet totaal. In Nederland kwam hij niet verder dan 97%. Zo zag de zonsverduistering er bijvoorbeeld uit in Leiden. Zonsverduistering in onze streek is tamelijk zeldzaam. En vele honderden toegangers waren dan ook de straat opgegaan om het verschijnsel te aanschouwen. Sterrenwachten in het hele land trokken veel bezoekers. In Noordwijk keek men naar de zonsverduistering tijdens een lichtconcert van een New Age-pianist. In Nederland was er dus geen sprake van een totale zonsverduistering. De laatste totale eclips was in 1715 en de volgende is pas weer in 2135, zo hebben sterrenkundigen berekend. Op het laatste moment waren er toch nog een miljoen mensen naar Cornwall en Devon in Zuidwest-Engeland gekomen. Ze hadden hun hart in plaats van de weerman gevolgd, want de voorspelling was 15% kans op zicht op de eclips. Uiteindelijk bleek het 0% te zijn. Meer dan een miljoen eclipsbrillen waren voor het niks aangeschaft, maar de doorweekte druïden dansten dapper door. De toeristen waren teleurgesteld. Maar voor de druïden, de heidenen die de aarde zelf als god zien, bleef de dag van de eclips, ook in de stromende regen, een grote feestdag. I work with the nature gods and spirits a lot. And I know they have their certain moods. And I was absolutely prepared to go with whatever happened. And because we didn't have anything in particular to focus our eyes upon, I think we all felt far more. We noticed a lot of nuances in the clouds. It was very dramatic. And I can quite understand why people feel it's the end of the world. Op een afgelegen landgoed hielden ze hun ceremonies in een stenen cirkel die daar al 3.500 jaar staat. It was absolutely wonderful. I wouldn't have been anywhere else. When we arrived, the whole circle felt electric. And it was so wonderful to have everybody joining in with us. And it was just magnificent. The pagan way of celebrating things is to celebrate everything, every celebration, as if it is the beginning of a new cycle. And it certainly felt like the beginning of something new to me. Ik vond het heel prettig dat het zo donker werd, omdat dat een moment van inkeer was, waarop je je goed kon concentreren op dit is het einde van een periode en nu komt er iets nieuws. De enkele gewone toerist die de weg naar de stenen cirkel gevonden had, bleek toch even door de mystieke sfeer geraakt. When they started chanting the druids about the rain and it kept coming and coming, but then it just stopped, didn't it? That I thought was a minor miracle. So. Hail and farewell. Hail and farewell.
En zo beleefden in alle landen waar de zonsverduistering te zien was, de toeschouwers het natuurverschijnsel op hun eigen manier. In razend tempo trok de eclips vandaag van Zuidwest-Engeland, dat we net zagen, via Turkije naar India. Een uniek fenomeen. Bij een zonsverduistering schuift de maan tussen de aarde en de zon. De schaduw van de maan valt daardoor op de aarde. Nederland viel er net buiten en wij zagen dus alleen een gedeeltelijke eclips. De schaduw scheert met een snelheid van 3300 km per uur over de aarde. Op de grond is er zodoende maar enkele minuten een totale verduistering te zien. Bij Land's End in Engeland raakte die schaduw het eerste puntje van Europa. Daarna volgden de Kanaaleilanden en Noord-Frankrijk. Vervolgens scheerde de schaduw via Luxemburg naar het oosten richting Duitsland. En dus zijn de koplampen aan op de snelweg hier bij Mannheim. De vrachtwagens rijden door alsof er niets aan de hand is. Maar als het weer licht wordt, blijkt dat veel automobilisten toch even gestopt zijn om het verschijnsel te bekijken. Even verderop in Oostenrijk laten de ganzen zich foppen. Ze doen een dutje. De Oostenrijkers zelf vergapen zich aan het prachtige licht. In Hongarije is het feest, vooral als de zon weer tevoorschijn komt. En in Roemenië, het land van graaf Dracula, wordt de zonsverduistering omgeven door mysteries en legenden. Als de zon verdwijnt, moet deze pop het ontgelden. Alleen zo kan de kwade invloed van de verduistering onschadelijk worden gemaakt. In Israël is de zonsverduistering niet compleet, toch wordt er veel betekenis aan gehecht. Zowel door de moslims die zich verzamelen in de Al-Aqsa-moskee, als door de Joods-orthodoxen. Maar er wordt ook gewoon gekeken. Helemaal naar India trok de lijn van de zonsverduistering, daar was die voor het laatst te zien. Duizenden hindoes gingen te water in de heilige rivieren, want in India wordt de eclips als iets onreins gezien. Eén iemand wilde het schouwspel in elk geval ook niet missen, paus Johannes Paulus II. Hij hield vanmorgen maar kort audiëntie. Hij wilde het natuurverschijnsel op zijn gemak bekijken. En voor hem geen chic eclipsbrilletje, maar een eenvoudig donker glaasje. De eclips bereikte het Europese vasteland dus het eerst in Noord-Frankrijk. En te midden van duizenden eclipstoeristen stond daar collega Annette van Tricht. 7 uur vanochtend. De laatste eclipsjagers nemen bezit van Etretat. Normaal een rustig kustplaatsje met zo'n 1500 inwoners. De bekende toeristen weten waar ze moeten zijn. Daar, op een van deze twee rotsen. En dan is het lezen, wachten, maar ook afzien. Het is een beetje koud. Ja, ik heb me goed ingeduffeld. De zon doet zijn best. Als hij er op tijd doorheen komt, wat dan? Verwachten zien een totale zonsverduistering natuurlijk, maar ik hoop op onbewolkt weer. Zijn verwachting komt uit. Anderen waren er al van overtuigd. Een prachtig verschijnsel. Dus één keer en het wordt heel mooi. Dus niet te missen. Dus te zeggen, het parelsnoer ga ik proberen te zien. Ik ga ook proberen de diamantenring te zien. En ook bij de volledige eclips, de corona en als het enigszins mogelijk is, ook Venus en Mercurius. En u heeft natuurlijk zo'n afgekeurde bril in België gekocht. Ah ja, natuurlijk, zomaar. Nee, wij hebben onze gekregen. En niet voor niks, want het gaat echt gebeuren. Het wordt koud, de straatverlichting is aan en de spanning die stijgt. Uit! U hoort weerman Erwin Krol. Die staat te genieten van zijn eigen juiste voorspelling. Oh, prachtig was het. En dan komt langzaam, langzaam het licht weer terug. Hé? Hey. Oeh, pardon. Oui, c'est magnifique, hein? Magnifique, oui.
In Nederland was de zonsverduistering het beste te zien in Maastricht. De maan zou daarvoor 97% de zon verduisteren. En deze verwachting trok vele nieuwsgierigen naar het centrum van de Limburgse hoofdstad. Maar een groot aantal toeschouwers werd daar toch een beetje teleurgesteld. Duizenden mensen waren naar het Vrijthof gekomen. In allerijl werd er vanwege de enorme belangstelling toch nog een grote partij brillen uitgedeeld. Wat een belangstelling! Alsjeblieft, je kunt het best even samen doen, want je mag maar 1,5 minuut, 2 minuten door het brilletje heen kijken. Maar hoeveel mensen er ook kwamen, de teleurstelling hing bij voorbaat in de lucht. Wolken. Wij staan hier ook goed nog, hè? Maar wie weet, wie weet. En ze hadden zich zo goed voorbereid. Met mijnlampen voor de duisternis en natuurlijk donker bier voor de zon. De traditionele vervanger van het brilletje. Maar precies op het ultieme moment, 4 minuten voor 12:30, geschiedde het wonder. Een paar kleine gaten in het zwerk, waardoor de verduistering net te zien was. Overigens was het zo minimaal dat het verschijnsel met het blote oog of door een cd wel waarneembaar was, maar door de speciale brilletjes juist niet. Hier kan je niks doorzien, helemaal niks. Ik wil toch blijven kijken. Toch waren veel mensen met die paar momenten dik tevreden. Het is maar een fractie, maar het is net op het feit helemaal donker, net 1 wolkje weg. Nou, dat is eigenlijk voldoende om een idee te geven. Het zou jammer zijn als het helemaal bewolkt bleef, je hebt er niks van gezien. Dus. Ik ben blij dat ik het gezien heb, ja. Maak het nooit meer mee. Heel leuk, ja. Ik vind eigenlijk het mooiste vind ik, wat zich hier afspeelt. Dat vind ik veel prachtig. Ze moeten even de bril afzetten en naar de mensen kijken. Het is heel fascinerend om te zien hoe de mensen reageren. Alleen voor mensen die ooit wel een echte eclips hebben gezien, was Maastricht een teleurstelling. Je mist de enorme mooie stralenkrans, het verschijnen van de planeten aan de hemel. Een heel mooi licht ook verderop dus aan de hemel. Ja, die dingen mis je. En het stille, stil worden van de hele natuur om je heen. Dat hele emotionele gevoel, dat mis je eventjes. Vanaf 12:30 werd het weer snel lichter en ook dat stemde tot vreugde. Toen we hier naartoe liepen was het echt alsof er iets ging gebeuren, zeg maar. Ja, ik weet niet. En zij zei net ook al, we voelen ons een beetje opgelucht nu. We hebben het overleefd. De echte diehards namen het zekere voor het onzekere en bleven niet op aarde. Want eigenlijk was er maar één plek waar je heel zeker de totale verduistering kon zien. Boven de wolken, in het vliegtuig dus. Dus vertrokken de liefhebbers vanmorgen vanaf vliegveld Eindhoven voor een speciale eclipsvlucht. Champagne voor de eclipsgangers. En dat mocht ook wel voor 550 gulden per ticket. 80 passagiers en 40 journalisten. Dat zou dringen worden. Op 60% van de verduistering begon de kritiek ongeveer. Ik heb überhaupt nog niks kunnen zien, want ik ben altijd nog een stuk langer en ik zit op de tweede rang. En dan kan ik mijn nek niet buigen naar boven. We hebben hier een blinde muur, geen raampje, dus we moeten de buurman vragen om de leuning even naar voren te doen. Dan kunnen we achter zijn rug om kunnen we naar de zon kijken. Maar naarmate het donkerder werd, nam de extase toe. En toen de corona eenmaal te zien was, verdween al het chagrijn als sneeuw voor de zon en viel er geen onvertogen woord meer. Hij is nu totaal. De brillen mogen nu af. Ja, daar heb je hem. Echt, het is onbeschrijfelijk waar je ziet. Het is net of dat het gevoel hebt dat je vader wordt voor de eerste keer. Dat je dat ziet eigenlijk. Het is onbeschrijfelijk eigenlijk. Super, het is top, echt waar. Het was echt schitterend, fantastisch. Corona, prachtig. We moesten allerlei bochten wringen om het te zien, maar het was moeite waard. Ik ben er nog stil van. Ik heb een heleboel foto's gekeken van corona's. En dan zeg je, wat mooi. Maar als je dat zelf ervaart, is dat niet te vergelijken. Dat is niet te vergelijken. 130 seconden zonsverduistering en de verbroedering was compleet. Het was goed zo, ook al hadden de meesten maar een glimp kunnen zien. Ja, Nederland was dus in de ban van de zonsverduistering. In gebieden waar wolken voor de zon waren geschoven, was men aan de buis gekluisterd om toch iets van de magie van het verschijnsel mee te pikken. In een rechtstreekse uitzending werden alle facetten uitvoerig belicht. En presentator Joop van Zijl vatte na het hoogtepunt alles nog eens op eigen wijze samen. Het is geen totaliteit. En een Chinees spreekwoord zegt, daar waar het in Maastricht 97 en hier wat minder procent is, een Chinees spreekwoord zegt, bijna raak is helemaal mis.
Het echte effect van de totaliteit zien we dus niet. Want dat is het mooiste wat er is, schreef niet het Engelse wetenschapsblad The New Scientist. Een totale zonsverduistering is net seks. Na afloop kom je niet verder dan...